Er gaat in uw woning heel wat gebeuren, hè? Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, haast alles. Dus als het ware, het huis komt op de kop? Op de kop te staan, ja. Dan is er geen water misschien en dan die gas niet. Dus daar ben je echt in behelpen met een Peter Homestelletje. Eigenlijk is er haast niet meer in te wonen, hè? Hevig. Dat klinkt ook hevig. Ja, maar dat is het ook. Je wordt gek van de geboorte en alles. Na een week zit ik in een totaal andere woning. Maar ja, achteraf blijken de dingen toch nog niet zo te gaan hoe het eigenlijk is. Bosma is eindelijk het werk begonnen. Het zag er vorige week niet naar uit dat er iets zou gebeuren, maar in een week tijd is toch het nodige sloopwerk verricht. Meneer Bosma, een compleet andere woning zoals ik hem vorige week zag. Ja, het is een heel andere woning. Het schiet erop. De grondwerk is allemaal klaar. En nou, de opvang met de keuken, de opbouw en boven. Is het u met of tegenval? Want ja, je wist natuurlijk niet wat u te wachten stond. Is het met of tegenval? Het is echt een tegenval hoor. Ik had het niet verwacht, niet. Maar ja, je hebt een jaarzijd, dus dan moet het maar doorgaan. Waar moet ik dan aan denken? Had u zei het is mijn tegenval? Ja, je mist een hoop dingen. Je moet je redden in de kamerke daar. Je bent afhankelijk van de buren die dan, dat je daar s'avonds eten gaan en zo. En ja, dat prikkelt me wel eens. Maar ik kan nou toch zien dat er nou flink in bezig is. Ja, dat is geweldig. Geweldig hoor. De vloer was al gedaan, die is isoleerd. Het meeste hakwerk hier beneden is ook gedaan. Nu de opbouw? Ja, nou is de opbouw. Dat is het wat er nou hier achteraan komt. En dan schat ik nog zo'n 3 weekjes in, tot het helemaal klaar is? Ja, dat zal wel eind november, begin december. Ja. Oei, dat is niet zo optimistisch. Nee, maar het zal wel eerder worden. Ik dacht een week of 3, 4 nog dat het klaar was. Dan een zwabber de deur en dan lekker weer gaan wonen. Ja, dan kennen ze me komen, de schoonmakers. Ook op de bovenverdieping heeft de sloophamer flink huis gehouden. Van de douche en de oude schoorsteen is weinig meer over. Kabels daar weer in trokken. Hé? Hey. Ja. Ik de kamer. Stopcontact. Hé? Hey. Afvoer van de naar beneden. Hey. Dan komt die wc. Het is ook een behoorlijk stapnest, hè? Dit is een hele stapnest. Ja. Ja, het ziet er niet nu dat je hier voorlopig douche kent. Nee, inderdaad is het maar dat die wc daar komt. Dus dan is er hier eigenlijk zie je die wasbak wat daar zat, dus er komt eigenlijk een beetje meer hierheen. Hè? Omdat die wc er wel komt. Ja, en dan. Met een hoop gebeuren. Ja, zeker. Bij Tieneke zijn de slopers ook al langs geweest. De katten hebben tijdelijk het veld moeten ruimen voor gehak en geboor. Tieneke is alleen achtergebleven. Tieneke, na een week zit ik in een totaal andere woning. Zonder katten, laat ik daar eens mee beginnen. Hoe is de verhuizing van de katten naar het pension gegaan? Heel goed. Ze waren dus met z'n tweeën. En het was even vangen, maar ze zijn goed terechtgekomen. Heb ik een speciaal eventjes om ons zorgenkindje, hè? Het is Zwarte, ik ben zijn naam even kwijt. Hoe ging het daarmee? Nou, die heeft het heel moeilijk, want die zit continu bovenaan de kraptoren, zeg maar. En die ben ze nog aan het eten zien te krijgen. Nou, we gaan er natuurlijk binnenkort even langs, maar we laten ze nog even wennen. Ik zei het al, ik ben in een compleet andere woning. Hoe is je week vergaan? Vertel eens. Hevig. Dat klinkt ook hevig. Ja, maar dat is het ook. Je wordt gek van de geboorte en alles.
Maar ja, het is hevig. Ja, eigenlijk is er haast niet meer in te wonen. Hè? Wanneer zijn ze precies begonnen? Ze zijn dinsdag met breken begonnen. Ja, dat is het allerheftigste. Hè? Wat dacht je, daar gaat mijn woning? Ja, maar ja, het moet eerst slecht worden voordat je het weer heel mooi krijgt. En dan ben ik er ook wel weer trots misschien op. Tot nu toe, ik vraag het toch even. Is het je meegevallen of tegengevallen en waarom? Tot nu toe valt het nog steeds mee. Want ja, het gaat zoals ze het gezegd hebben. En ik heb nergens nog last van. Tadema, de uitvoerder, gaat het in goed overleg allemaal met jou? Nou, ik heb wel wat in voeten en aarde moeten krijgen. Want ze maken wel heel erg veel onderscheid tussen de mensen. Want ja, bij de ene zeggen ze, ze doen de trap niet dicht, oude staatwoningen. En bij de andere dan... Ja, even kijken of ik het uit moet leggen. Ze zeggen de oude staatwoningen, de trappen worden niet dichtgemaakt. Maar nou hoorde ik dus van mijn zusje dat ze daar de trap wel gingen dichtmaken en bij de buren ook. En bij jou niet? En bij mij deden ze dus dat niet. Dus en toen ben ik er achteraan gegaan en toen zijn ze hier geweest. En toen heb ik gezegd, haal dan alsjeblieft mijn schoorsteen eruit, want dat heb ik veel liever. Ja, want ik zie een woning zonder kachel, maar ook zonder schoorsteen. Die is er dus uitgegaan, maar is het dan niet iets van dat je toch steeds moet onderhandelen met de mensen die hier bezig zijn? Wat dan wel en wat dan niet gebeurt? Ja, je moet continu dus eigenlijk naar die uitvoerder lopen. En dan moet je er gewoon om vragen. En die vraagt het weer aan Elkien. Komen ze hier met z'n tweeën? En dan krijg je te horen of ze het doen of ze het niet doen. Nou, je schoorsteen is inmiddels al weg en nu nog in onderhandeling over de trap? Nou, ik heb gezegd, de trap hoeft voor mij echt niet dicht. Want ik heb zo'n idee, je krijgt zo'n heel klein smal hokje naar boven. En dat hoeft voor mij niet. Vind je dat hoe vind je dat, moet ik eigenlijk zeggen, dat je dan steeds in onderhandeling moet? Had je liever dat het in één keer alles goed doorbesproken werd, van nou dan en dan en dan? Dan dat je er nu nog steeds weer achteraan moet? Nou, ze hebben toen, ze zijn hier wel voor de tijd geweest om het, goed door te spreken. Maar ja, achteraf blijken de dingen toch nog niet zo te gaan hoe het eigenlijk is. De verbouwing brengt bij meerdere bewoners de nodige emoties met zich mee. De communicatie verloopt niet geheel vlekkeloos. Moest de wc nu wel of niet worden geschilderd? Hey, ik wil dit graag of zus of zo. Ja. En waar ik me aan erger is dus, wat ik net zeg, dat ze het heen en weer vliegen. Ja. En de kwestie van, je hebt een lijst in de kelderkast hangen, staat op, bijvoorbeeld die kleur dit, die kleur dat. Nou, wij hadden erop staan, wanden, wc, niet schilderen. Nee. Want die hadden we zelf structuur verder weer op en alles. En we zitten voor in de kamer en wat schetst onze verbazing, ik moet naar de wc. Hebben ze hem over geschilderd. En dan moeten we teruggebracht worden? Nou ja, de vrouw die zegt, laat maar heel keer, want dan krijg je weer een frisse kleur erop. Maar die soort dingen, dat zijn gewoon slordigheden. Ja. Dat mag niet gebeuren. Nee, terwijl er een duidelijke lijst is met afspraken. Die we gemaakt hebben voordat de aanvang begon. Ja. Die kleur, aanrekblad, de zus. Nou, bij speciale wensen, daar was onze wc in. Wanden, niet sauzen. Niet sauzen. En dan? Er zit structuur op. Er zit structuur op, ja. En dan lezen ze niet. Nee. Komt er een verver die komt binnen. En die kwakt die kwakt hem maar op en dan wordt even niet geleken naar de lijst. Dat zijn de kleine ergernissen. Zo. Nou, de positieve dingen. De positieve dingen. Nou, dat het grandioos mooi wordt. Ja? Ja, absoluut. Ik bedoel maar, wij ook, we hadden bijvoorbeeld een keuken 5 jaar oud. Ja. Hadden we er zelf ingezet. Ja. Maar ja, de vrouw zegt ook, ik wil graag een L-vorm. Ja, en dat kon? Dat kon, dat wordt allemaal bij een L-vorm. Ja, oké. Okay. Dus we hebben gezegd, nou, dan doen we ook mee. Dat is wel jammer, een keuken van 5 jaar eruit. Ja, nou ja, dat is een vrouwenkeuze en die is nog steeds de baas. Ook dan, bij mij. Dus, doorslaggevend, die keuken? Ja, die keuken was doorslaggevend. Ja. En ze zegt, ook voor het raam vind ik mooi. En nou hebben we gezien. En dan wordt het echt grandioos. Well, I was trying to condense everything that I meant in a minute or less when I called to confess and make all of my stresses go bye-bye. Did you get my message? You didn't like gas, cause if you did, you would have called me with your sweet intent. And we could give it a rest, dead a beating our breast and making all of the pressure go sky high. Do you ever wonder what happens to
take and come back together again with a whole new meaning and a brand new sense, completely unrelated to the one I sent. Did you get my message? Ooh, or did you get my message? Voor bouwbedrijf Tadema is het een hele uitdaging om de planning van de renovatie strak te houden. Johnny Bouma, projectleider bij de renovatie, legt uit hoe een en ander in zijn werk gaat en dat planning een kunst op zich is. Johnny, we zijn nu al heel wat weken aan het filmen hier in Heegterp. En nou, de renovatie die vlot behoorlijk van de woningen. Heel project voor jullie geweest? Ja, klopt. We zijn circa week 7 begonnen dit jaar. Op verder stadium, net voor de jaarwisseling. En we eindigen in week 47, week 48. Nu horen we heel veel bewoners die interviewen. Maar hoe gaat het nou voor jullie in zijn werk? Want het is natuurlijk een megaproject. Hoe begin je daaraan? Ja, je begint bij het begin. We hebben eerst een proefwoning gemaakt. Er was al een woning. Nou, hebben we kunnen zien wat men wil en hoe het eruit komt te zien. En we zijn eigenlijk geleidelijk begonnen, eerst met 2 mensen. En vervolgens week op week hebben we mensen toegevoegd. En op hoogtijdagen zaten we hier met een man of 50. Installateurs, tegelzetters, timmerlui en alles wat er omheen loopt. Ik denk dat heel veel werk naast het uitvoerende werk ook bestaat uit plannen. Ja, klopt. Ik ben hier niet dagelijks op de bouw, maar wel op kantoor aanwezig. Het is het plannen, het aansturen ook van ondernemers, een stukje werk voorbereiden wat je hebt, ook een stukje meer en minder werk wat je bij moet houden. Dus nu en dan is ook hier zijn, de excessen weghalen, een stukje overleg met klanten, alles wat er omheen hoort. Ook het contact met de jongens op de bouw, maar ook met alle ondernemers. Nou, dan gaat de schop daadwerkelijk in de grond, om het zo maar even te zeggen. En zijn jullie ook nog tegen dingen aangelopen of juist gezegd van, god, dat valt mee? Nou, je loopt altijd tegen zaken aan. We hebben gewoon een strakke tijdsplanning. Van tevoren is bepaald, we starten week 10 met het grote geheel en week 47 moeten we klaar zijn. Dus we hebben van tevoren alle woningen, de sloopdata's zijn vast. Hebben we gelukkig ook aan kunnen houden. Alleen je komt wel eens wat voorbij. Je komt dus asbest voorbij. Je komt oude indelingen voorbij die niet geïnventariseerd zijn. Je komt extra aanvullende wensen van bewoners voorbij. Maar je komt ook zaken voorbij dat men iets niet meer wil. Ook dat is mogelijk. Dus je komt eigenlijk... niks is vast. Dus men mag ook nog kiezen tussendoor. En ja, dan de ene zegt ik wil dit kleur keukenblok niet. Vind ik toch niet mooi. Ik heb het elders gezien. Vind ik toch mooier. Op een plaatje lijkt alles anders. Nou goed, kan het nog gewijzigd worden of we kunnen hem doorschuiven naar een andere woning? Nou, dan hebben mensen die keuze nog gehad. En nou zei je het al in het begin, een strakke tijdsplanning. Als je dan soort dingen tegenkomt, is het dan compleet alle zeilen bijzetten om toch maar dat te houden, die tijdsplanning? Nou, we proberen het zoveel mogelijk natuurlijk. We hebben 3 tot 4 weken voor de woning staan in het geheel. En we proberen de badkamer zo snel mogelijk te doen. Maar we hebben niks aan de woning gehad, er zat er asbest in. We hebben een woning gehad, kunnen we niet onder de vloer, dus dan kan de riolering niet aangepast worden. Ja, dan heb je wel eens vertraging. Dan moet je eerst zoeken naar een oplossing. Dus je bent zo 2-3 dagen weer kwijt om het hele circus dan weer op gang te krijgen. Dus je zal altijd hier en daar, zul je wat uitlopen, maar we zijn gemiddeld altijd wel binnen de termijn gebleven. En je zal altijd opleveringspuntjes houden, of een keukenblad wat beschadigd is, of een aanrechtkastje wat ontbreekt. Alleen je zit altijd met levertijden. Ja, want dat lijkt me knap lastig als er tijdens de renovatie nog eventueel gekozen kan worden voor iets anders. Ja, we proberen te beperken. Alleen sommige bewoners die hebben een toezegging gehad. Nou ja, komt de keuken dan en men zegt, en het is ook toegezegd door de woningstichting, dan bestellen we alsnog een verlengd blad of een extra kastje. Maar het houdt wel in, het duurt 2 tot 3 weken. De levertijden die zijn er altijd. En dan komt die later, alleen dan zijn we terwijl al 2 of 3 blokken verder. Dus we moeten weer terug, dus dan ga je weer een ander trajectstapje weg. Nou ja, daar moet je wel schakelen met meer of minder mensen. Hoe is het jullie als bouwbedrijf Tadema met de bewoners? Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou, verder heel plezierig. Je hebt heel diverse mensen hier. Je hebt van alle soorten plumages. Mensen die het heel netjes hebben, mensen die het wat minder netjes hebben. Maar in het algemeen zijn we heel tevreden. We mogen overal naar binnen. Mensen zijn ook altijd heel blij als alles weer klaar is. Want het heeft toch een grote impact. Maar als je ziet wat ze eerst hadden en wat ze nu krijgen, zijn ze over het algemeen heel tevreden. In de weken dat ik hier loop, dan zie je dus mensen ook veranderen van soms wanhopig
En als het dan klaar is, heel tevreden. Beleef je dat zelf ook zo? Klopt, hè? Het is een hele impact. Hè? We gaan in de eerste week, wordt echt alles gesloopt. Mensen krijgen een afscheiding tussen de woonkamer en de keuken. De keuken is weg, er staat een noodvoorziening. Alle kasten zijn weg. En alles, we moeten overal bij door de hele woning. Dus men gaat, bepaalde slaapkamers moeten ruim zijn. Dus alles wat in die vertrekken zit, wordt ergens anders neergezet. Nou, je hebt bewoners, die zijn met een zestal mensen in de woning. Nou ja, dan kun je wel voorstellen wat voor impact dat heeft. Als straks het opleveringsfeest er is, kunnen jullie dan tevreden terugzien? Of zeggen jullie van, nou, we hebben ook nog wel enkele leermomenten gehad, om het maar even populair te zeggen? Ja, we hebben ook leermomenten gehad. We zitten hier met de logistiek heel erg. Dus dat is iets voor de andere keer om naar te kijken. We kunnen nergens containers kwijt. We hebben een hele grote bouwplaats in richting. We moeten nu weer relatief ver lopen om in het laatste blok te komen. Maar goed, als ruimte er niet is, dan moet je iets anders bedenken. Dus ja, dat zijn van zaken voor de volgende keer. Maar ja, elke wijk is anders. De ene keer heb je genoeg ruimte, de andere keer niet. En een stukje vooronderzoek is misschien nog wat wenselijker. We zitten soms te kort erop. De inventarisatie zou nog wat eerder kunnen. Maar goed, er zal altijd wel iets blijven. Na deze renovatie op naar Schieringen? Ik hoop het wel. Er liggen een aantal aanvragen in het verschiet. Die worden vaak einde van het jaar aangevraagd. En ik hoop dat we volgend jaar weer dezelfde trein op kunnen starten in een andere wijk.